Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations en ik ben met Sander van Gaming SB. Ja, de vorige aflevering ging niet zo goed bij Sander. Nee, maar dat deze aflevering gaat hij het weer inhalen. We geloven in hem. Ik start nu de tijd. Dat denk ik niet. Oh. Je was al gestart. Nee. Hoe een vals spelering hier. Oprecht, dat was niet de bedoeling. Nee, dat geeft niks. Ik vind het niet erg. Het is een onderzoek ook zo verleidelijk om niet meteen te beginnen. In de andere heb je tenminste nog eventjes een hub of zo. Mm-hmm. Maar hier ga je gewoon zo straight in. Geeft niks. Nou, geeft wel. Ik voel geen verdrietige. Nee, want nu ga je straks zeggen, als ik win... Oh ja, maar dat komt omdat je die arme kill. Dat zou ik ook nooit doen. Nee, oké. Okay. Nou, ik weet het niet. Omdat je nooit wint. Ja, daarom. Precies. Perceiving. Love. I found love. Nee, dat is niet waar. In de hoop. Ja, in deze game. Maar... Dat is niet zo waar. Oeh, grappig was trouwens dat ene filmpje, Sander, dat ze... Since You Were Gone ging zingen. Ja, die was leuk. Ik dacht van ja, die kan ik niet naar Sander sturen. Dat is zeker warring. En zo zuur als haring. Ah ja. Is haring zuur? Dat is toch zuur haring? Ah ja. Ik weet het niet hoor. Maar... Wat? Hoezo weet je het niet? Je zegt net dat je het juist wel weet. En nu ga je ineens zeggen dat je het niet weet. Zo lastig ging. What the frick? Deze guy is echt crazy. Wordt hij gepest, crazy guy. Wat een crazy guy, deze guy. Kom op. Oh ja, deze enemies vind ik fucking eng. Oh, ik vind die echt eng. Maar hoe hebben ze dit erin durven doen? Je hebt van die enemies, dat zijn die... Oeh, die is misschien wel handig om te hebben. Dat zijn van die zeewiertjes. Met ogen. Die zijn fucking eng. Eng? Ja, die vind ik fucking eng. Ja, dat snap ik wel. Ik weet niet of ze dat op de opname ook horen. Wat, deed je onaardig? Nee. Ja, dus... Nou, meteen zo hadering. Ja, heb ik gelijk of niet, ding? Nee. Zou ik dat anders niet gewoon eerlijk toegeven? Ja, nee, Milan. Jij niet. Ik zei... Wacht, wat zei ik zo net ook weer? Pussying. Oh. Wacht. Is dit ook een... Oh, dat is een leven. Jezus, man. Het is ook nooit goed, hè, bij Sandra. Ik wil een maan. Ja, John, een maan. John is toch een schaap, geen maan. Dat klopt. Ik wil wat een maan. Vast. Ja, John, het maan. Oké. Okay. Oké. Okay, John, bro. Een maning. Die duurt te lang. Geheime tunnel. Geheime tunnel. Door de berging. Door de berging. Ja, soms moet dat. Soms moet je door de berging gaan. En Sander, spoiler alert. Ga je geen leving. Ga je nou de game spoileren voor mij? Nee, zou ik niet durven. Oh, dit is ook een lang level ding. Volgens mij. Fuck. Oh, ik ga het echt zo hard niet meer halen. Geef niks. Voor jou misschien, maar voor mij wel. Ja, kan je nog slecht slapen en zo? Dat, ja. Gewoon precies dat. Ja, dan geeft het wel, ja. Dat dacht ik. Wat een guys. Ga nou niet met vuur.
Wie met vuurwerk stunt is een rund of zo, toch? Je dus waarom spelen hun met vuur? Werking. Ze maken er ook nog hun werk van ook. Nee, jij bent zo'n Yoki boy. Nee, Yoki is... is wel lekker. Ja, was jij zo'n Yoki guy vroeger? Ik ben niet vroeger, ik ben nog steeds een Yoki guy. Trouwens, dit moet ik... Jij weet het sowieso, als dit een ding is. Oké. Er was vroeger een reclame over... En misschien weet je precies waar dit naartoe gaat. Misschien heb je mijn tweet gezien, dan weet je precies waar dit naartoe gaat. Ik heb hier niet over niks over. Oké. Nou, het gaat wel over een claiming. Een reclame van vroeger. Volgens mij was hij... werd hij vooral uitgezonden op Jetix, Nickelodeon en misschien Zep? Dat weet ik niet. En het was zo van zo'n guy, een soort als een animatiereclame, en zo'n guy die dan jou ging vertellen van, yo, de zon, die kan dit en dit met je doen en daar moet je deze tips op volgen. Ja, ja. Mr. Shadow dacht ik dat hij heette, maar ik kon hem niet op Mr. Shadow vinden. Ik denk, ja, ik herken dat wel, ja. Ja, zie. Maar ja, ik moest daaraan denken. En toen dacht ik, Maya Lanning weet dat wel. Nou ja, Maya Lanning weet het wel dus ergens, maar... Ja, ik zie het zo voor me, zeg maar. Dat, ik dus ook. Alleen ik heb proberen te zoeken. Mr. Shadow, UV-licht reclame, zonlicht reclame. Ik kan maar niet heet vinden. Maar heette die Mr. Shadow? Dat ik weet dus niet of die Mr. Shadow heette, dat dacht ik. Of iets in die trant. Het was wel Mr. nog wat dus. Oké, Lake Kingdom, here I coming. Milan is daar al weg. Nee, dat is niet waar. Sandring, nu ben je aan het liegen. Je loopt echt maar 4 maanden achter, Sander. 4? Ja. Dat valt me. En dan heb je de Multimoon ook al, of? Nee, ik heb Multimoon nog niet, maar ik weet eigenlijk niet waar de Multimoon zit. Heeft deze wel een Multimoon? Nou, daar ging ik vanuit. God voor de tyfus. Oké. Moon number warning. Oké, ik loop 3 maanden achter. Stiekem was dit mijn beste guy. Nee, dat is niet waar. Dit is geld. Oké, ik dacht dat het zo'n maand was. Hoe kom ik daar? Sandering, ik ben dozing. Dat had ik dus zo net ook. Nu weet jij in hoe het voeling. Oh, dit is wel een kutstukje volgens mij. Oké, maakt niet uit, Sander. Je gaat het gewoon doen. Doe niet. Oh, ik zit nu de hele tijd met die reclame in mijn hoofd, Sander. Ja, echt hè? Hoe doen we het? Hoe ga ik daar ooit een antwoord op? Ik ga er straks, als we klaar zijn met opnemen, ga ik ook even zoeken. En als je hem vindt... Oh, ik weet nu welke Savior Rings je bedoeling. Ze zien er echt wel freaky uit. Ik kan me helemaal niet herinneren dat ze zo freaky eruit zagen, joh. Oké. Ja, en ondertussen maar wel een Pussy Ring noeming. Nee. Godverdomme. Nee. Sander, ik raak mijn voorsprong toch weer kwijt, zo. Dat mag wel. Van mij. Fijn dat mag van jou zijn brain. Lief hè, ik ben zo'n lieverd. Zo liefie boy. Liefie boy. Sander, ik ben een Ritz. Dat hoor ik vaker. Echt? Nou, dat zegt mijn Ritz van mijn broekzak ook altijd. Hij is anders, ik ben een Ritz. zou ik wel vet vinden stiekem als hij dat zou zeggen. Maar ja, dat doet hij dan weer niet, hè. Crazy. Dat je jammer.
Wanneer komen er broekzakken die inderdaad zeggen, yo, ik ben een rit. Dan ga jij meteen kopen of niet? Ja. Weet je wat je ook wel eens hebt gekocht? Lely Kelly schoenen staan. Nou, zal ik je dus een leuk feitje vertellen over mezelf? Ja. Ik heb dat nooit gekocht. Ik weet het, een beetje crazy. Beetje crazy. Ik vind dat een beetje teleurstellend feitje, Sander. Ik zei het je. Het is crazy. Sander is gewoon geen Lely Kelly mastering. Oké, dat... Dus het staat hem ook niet goed. Nee, het staat mij staat niks goed. Oh yeah. Aan mijn voet. Glitter glamouring voor aan je voet. Oh yeah. Oh yeah. Glitter glamouring voor aan je voeding. Oh yeah. Waar zijn die? Oh, hier is sowieso ook zo'n stukje. Dacht ik. Oké, wacht. Eerst. Ah, dan kom je hier uit. Nee, dat was niet per se bedoeld. Yo, dit is ook een mosling. Ja, bij allebei tegelijk. Hm. Oké, hier, volgens mij heb je hier een visje voor nodig. Fuck. Ik wil niet dood. Sander, je gaat dood. Ik ben zo'n helderziend ding. Nee, ik ben niet dood gegaan. Oh, dat is ook nog... Lely Kelly voor aan je voet, oh yeah. Ja, oké, dat is goed. Hoeveel sterren heb je nu dan? Nog steeds 4? Nee, toch? Nee, 7. Holy damn! Oh, dan moet ik opschieten. Ik weet ook niet waar die laatste zit. Dat is altijd weer zo jammer. Oké, we doen dit gewoon. Ik hoop dat die partjes dan blijven. Oh, dat denk ik niet. Oh, mijn leven. Helaas, Eng. Ja, zeker helaas. Maar hey. Aan de andere kant, als ik veel tijd ga verpesten aan één zo'n partje zoeken die ik niet kan vinden. Is ook zonde. Ja, dat is inderdaad ook zonde. Dan doe ik liever dit. Dit ding. Daring Kong? Nee, dat is... andere kaart. Huh? Hoezo ging ik dood? What the freaking... Dat is crazy. The Odyssey needs eat more, maar... Oh, wacht. Je moet eerst nog voeden natuurlijk. Hij is er alweer. Blooming. Het is ook een fucking makkelijk stuk. Waarom ging ik hier dood? Ja, omdat de game fucking mechanics niet werkte. Oh ja, het is opeens een game. Nee, serieus. Dit was echt bullshit dat ik zo net dood ging. Hm. Oh, dit was mijn schuld. Oh, niet echt. Oh, top. Soundring, het was toch wel je schulding. Kan ik nu het hele ding weer opnieuw doen? Ja, tuurlijk. Volgens mij val ik niet in de Lost Kingdom, toch? Oh nee, Cloud Kingdom. Oh nee, toch niet. Ik moet eerst vechten op een boot. Ik heb een boot. Haar naam ligt Anna en ze ligt hier in de Anna-sloot. Bedoel ik. Dat ging lekker. Je ging varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Zeker. Ik vond dat liedje vroeger zo grappig. En nu is hij tante kut. Ja. Kering. Hoe echte masters het zouden zeggen. Ja, dat is wel eng te zien. Oh, weet je wat ik ga doen? Ik ga het doen. Nog niet. Wat ga je zeggen? Wat ga je doen? Wat gebeurde daar?
ik was een rit. Oh, wauw. Je moest een rit voorstellen. Oh, dat had je niet eens door? Oké. Sla die Bowser op zijn karis, kaboomie! Maar is hij niet nog een mind te verdienen? En zowel, dan fuck it. Ik hoop als ik hier nu uitga dat die vier padjes in ieder geval blijven. Oh, dat is ziek. Oké, nu moet ik het... Oh. Hey. Echt, als ik die sub-area nooit gedaan had... Dan I was in fucking. Oh, fuck, wat bedoel ik? Dat klinkt heel raar. Nou, als je het anders zegt. Dat heeft niks. Dat is iets, dat zou ik nooit mee maken, denk ik. Oh, Sandring. Sorry, het is te makkelijk. Het is te makkelijk. Oké. Ik moet daar naartoe. Volgens mij moet je dan hier ergens naar boven of zo. Bowser, wat ben jij voor een vuile tit? Zit je bij de Bowser fight te kutten? Ja. Maar ik dacht dat al zoiets door. Centjes daar heb ik niet veel aan. Alhoewel... Nee. What's a flot, Bowser Ring? We go flying naar boven. Oh, daar. De baas ring kapot geslagen. Dat is wel heel cool, maar hoe kom ik naar boven? Magische poedering. Nou, I take them skinny. Hé, dus dan moet ik toch nog iets doen. Voordat ik daar naar boven kan. Dat kan ook zonder. Ja, daar moet ik naartoe, ja. Dat weet ik. Maar hoe kom ik daar? Oh. Nee, dat is trouwens niet hoe ik daar kom. Ja, dan moet ik toch nog iets in die bubbel doen. Ah, fuck. En nu ga ik weer heel veel tijd kwijtraken. Jacob bubbel. Er was een lovely... Ja, maar... Ja, ik wil achter Bowser aan, maar dan moet je me wel door laten gaan. Sandring, ik vind je een beetje bozing. Wat moet ik doen? Wil je erover praten? You should dress. Oh... Ja, dat wist ik niet. Oké, maar als dat het is... Dan moet die shit wel eerst kopen. Ik wist niet eens dat dat een vereiste was om verder te gaan in de game, joh. Dat je ook echt die Lake Kingdom ship moest kopen. Ja, als je gewoon andere manen pakt, dan hoeft dat niet. Hè? Hoe kom ik dan daarboven uit? Nou, nee, dan ga ik weer kut lopen doen. Je moet daarboven kunnen komen, maar hoe dan? You gotta move. Nee. Moet hij zo. Zo moedeloos van. Sander wordt er weer moedeloos van. Oh. Moedeloos? Oh ja, een 8-bit maan waar ik niet van heb. Hoezo is een 8-bit maan weer niet goed genoeg voor je? Nou, omdat... Waarom wel? Dus je wil geen manen verdienen? Ik heb die manen niet nodig. Ik heb die multimaan nodig. Dat is het enige. Als ik gewoon... Oh ja, maar ik heb het toch ook zonder multimaan gedaan? Ik heb allemaal kleine maantjes gepakt. Ja, maar... Ja, ik moet dat wel doen, want anders... Nee, die multimaan is...
makkelijker, want ik weet hier geen maan. Dat is het kutte. Kijk, als ik hier manen wist, dan had ik inderdaad zoiets van, doe dat wel, maar dat weet ik niet. Nog 5 minuten deze aflevering. Fuck. Is dat het? Ik hou het leven. Ik vind het echt zonde. Ik dacht echt, ik maak hier echt een kans. In deze game, maar nu... Kansen zijn nog steeds. Ah, nee joh. Jij loopt nu al zo ver voor. Jij hebt Cloud World gedaan. Alweer. Nou, de Cloud World is maar 1 ster. Of nog niet eens, dat is nog niet eens een maan. Nee, maar ja, dan kun je dus ook naar de volgende kingdom. Oh, fuck, doe ik nou? Damn it. Oh, ik word hier echt niet vrolijk van. Sandring is een beetje bozing. Ja, ik snap het niet meer. Dit is zo zonde. Oh, daar ben ik al. Daar kwam ik natuurlijk vandaan. Nee. Ik weet ook niet. Oh, waarschijnlijk heb ik ook niet eens genoeg geld voor deze kaart. Dus je moet natuurlijk die zwembroek Mario kopen. Oh, fuck. De zwembroek Mario. Country road, on the mountain road. It's the place where I belong. Zo zonde. Ja. Rustig blijven, Sander. Nee. Ik wil daar naar boven komen. Hoezo kun je... Verre deurie. Even kijken, nog 2 minuten. In de pijp. Oké. Okay. Oh. Dat telt zeker niet voor deze. Ah, fuck. Nou, rot op. Ik hoor wel een beetje onaardig geworden. Weet je wat ik hoor? Magische poeder. Een kut leven, wou ik zeggen, maar dat mag ook. Fuck! Ah, jij gaat zo hard inhalen. Oh, oh ja, tuurlijk. Ik snap alleen niet hoe die glider werkt in deze game. Dat mag. Sterker nog, houden ze op. Oh, sorry hoor, dat ik ook een keer het moet hebben van jij die shit misschien niet helemaal perfect is.
Ik bedoel, jij hebt die geluk altijd dat ik shit niet kan. Ja, ik weet het. Coins gaan eraf. Ik weet hier ook verder geen. Tijd is op. En ik sta stil. Dat is de vraag. Ja, sta jij? Ja, ik ook. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.